De meeste vaste tarieven hebben een looptijd van 1 jaar. 2 maanden voor de einddatum verstrijkt, zal jouw leverancier contact met je opnemen en een nieuw voorstel doorsturen. Dat zal duurder zijn dan wat je momenteel betaalt. Het kan zelfs zijn dat je leverancier je een variabel tarief voorstelt als de leverancier intussen geen vaste tarieven meer aanbiedt. Je doet er goed aan om het aanbod van je leverancier sowieso te vergelijken met andere tarieven op de markt, als ook met andere tarieven van jouw eigen energieleverancier. Vaak biedt een leverancier namelijk tal van energietarieven aan en misschien zit daar voor jou een voordeliger tarief tussen.